President Chandrika Prasad Santokhi en premier Mark Rutte hebben kransen gelegd bij het monument Bastion Vere in Fort Zeelandia. Dit monument werd in 2009 opgericht ter nagedachtenis aan de 15 slachtoffers van 8 december 1982. Onder de aanwezigen bevonden zich de nabestaanden, bisschop Karol Chuni van het RK Bisdom en Sunil Umrao Singh, voorzitter van de stichting 8 december 1982. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Dan lopen we naar binnen.